De partners van TVA Sportarena zijn gemeente Valkenburg, provincie Limburg, Primus Haagt, Landal Greenparks, Holland Casino Valkenburg, Termee 2000 en Dolmans Landscaping. Hartelijk welkom bij de Sportarena. En zoals gezien, een Sportarena op locatie. Geheel in het teken van de Kouwberg Cyclocross. We zitten dan ook fantastisch in bungalowpark van Landal. Kasteeldomein de Kouwberg. We zitten op chic. En dat mag ook wel, want we hebben een heuse wereldkampioen in ons midden. De wereldkampioen bij de belofte veldrijden, Mike Teunissen. Ja, dat mag voor. Ja, fantastische beelden. Ik kreeg nog steeds kippenvel als ik het zie in Mike. Maar leuk dat ze er best trouwens. Wat ging er door dicht? Wie heb ze het ervaren in Louisville? Ja, dat is eigenlijk puur genieten. Op het moment dat je dan door de weg opdraait en werd dat gewereldkampioen, dat je hetgeen bereikt wat je eigenlijk een heel jaar naartoe werkt, dat is eigenlijk dat is puur genieten. Maar dan heb ze al 3 kwartier erop zitten. Ja, dat is... 3 kwartier van stoempen, zwijt. Concentratie, je gaat eigenlijk helemaal naar de kloot eigenlijk van alles. En dan is die ontlading natuurlijk extra goed. Het waren in zoverre een verrassing. Dus het is eigenlijk ingesloten in een pact met België. Einde voor op, einde achter dicht. Maar volgens mij had ze ook een klein beetje mazzel boeten dat ze weer een gek tekeer ging. Dat die ook allebei wou winnen. Ja, het is met cross is het meestal België tegen Nederland. En in Louisville dan helemaal, daar waren België heel goed. En op een gegeven moment was er een Belg weg. En die andere hoeven natuurlijk niet te rijden. Dus het was het eigenlijk aan mij om het allemaal zelf op te lossen. En ik had het geluk dat ik gewoon al heel sterk was. En het was echt man tegen man. Ja, uiteindelijk werd het man tegen man. En daar heb ik denk ik wel geluk mee gehad. Dat ze niet echt heel tactisch hebben kunnen spelen. En daardoor... dat ik het eigenlijk man tegen Wietse Bosmans uit heb kunnen vechten. Ja. Dan zit ze helemaal in Amerika. Wie viert ze dat dan? Eerst met de ploeg? Of? Ja, dat is eigenlijk... die dag zelf valt eigenlijk weinig te vieren. Want je hebt dopcontrole en persconferentie en zo. En dus die dag eigenlijk al hem te zien. Dus Sorven is nog wel met de ploeg op stap geweest. En dan vlieg je terug. En dan ben je nog een paar dagen verder. En dan... Dat is wel nuchter. Ja, dat valt wel mee, want in Nederland begint het precies hetzelfde. Dan aan IJsselstein gewoon een grote huldiging. Dus dat kan ik precies hetzelfde werken. Ja, de woon zijn IJsselstein, dus ze is echt gehuldigd in Durban. Ja, daar hebben ze een huldiging verzorgd. En er was eigenlijk wel heel veel volk op afgekomen. Dat was eigenlijk wel heel mooi om te zien. En het Giele gemeentehuis zat eigenlijk vol. Dus dat was wel heel mooi. Ja, kreeg ze eindelijk de waardering die ze verdient dan? Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk een hele mooie prestatie en dat is mooi dat heel veel mensen dat ook eigenlijk erkennen. Ja. Had ze het verwacht dat ze door hoog kon scoren? Want op het NK bijvoorbeeld werden ze nog derde. Dat klopt, het niveau bij ons is eigenlijk, er zijn heel veel die elkaar gewaagd zien. Dus ik had van tevoren gehoopt op een podiumplaats en stiekem wel gehoopt op de overwinning. Maar ja, ik had het niet echt verwaagd, dus dat het dan toch lukt is natuurlijk extra mooi. Ja, super. Wat ben je voor een renner? Want ik zei net al een keer, stoempen, krachtmens. Vooral dat, ja. Ik had geluk dat in Louisville dan ook redelijk zwaar en stoempen was. Ik bedoel, ik ben niet de meest technische van alle renners. En ik moet het toch hebben van mijn kracht eigenlijk. En gelukkig dat ik dat toch wel kon gebruiken. Kent ze, want Riets ook op de weg, daar ben ze ook redelijk talentvol. Kent ze een beetje klimmen? Wat zijn die specialiteiten? Ja, dat is eigenlijk ook weer een beetje van alles wat. Niks heel goed en niks heel slecht eigenlijk. En ook daarom moet ik het eigenlijk gewoon van de kracht hebben, gewoon van de lastige wedstrijden. En dan mag er wel een klimmetje in zitten, of het mag wel weien, of er mag wat kassijnen zitten. Noem het maar op, eigenlijk van alles wat. Ja. Ik ben dan een leek, zoals ze dat noemen. Ik denk van, oké,
In de winter is het cyclocross veldrijden. En in de zomer gaan we gewoon op de weg. En als ze gewoon een beetje kunnen strappen, kent ze dat allebei. Maar dat is dus... Dat is Michael verteld, dat is helemaal fout. Dat is heel kort door de bocht eigenlijk. Ik denk dat er genoeg wegrenners zijn die... dat goede wegrenners zijn die dan als ze gaan crossen... dat die gewoon helemaal finaal zuur gereden worden. Het is eigenlijk... liet een beetje op elkaar, maar het is toch wel heel, heel anders eigenlijk. De trends ook heel specifiek, hè? Ja, vooral met crossen is dan... Kijk, op de weg dan richt je vooral op de duurtraining en zo op de inhoud. En met cross is toch veel meer interval en techniek en zo. Daar kom ik heel veel meer dingen bij kijken. Dus eigenlijk bij de cross misschien een eindkrachtsexplosie van op dit moment geloof ik 3 kwartier. 50 minuten. En dat ga je nou een uur toewassen. Ja, eigenlijk is dat gewoon een 50 minuten of een uur vol een bak. En dan maar zien... En hoe gaat de hartslag dan natuurlijk? Ja, die is gewoon constant maximaal. Die is gewoon 185, 190, 50 minuten lang. En wie heeft zich ontdekt dat zich... aanleg had voor dat veldrijden, voor het wielrennen. Wie best er nooit achter gekomen? Ja, dat ze het leuk vond. Ja, mijn pap die fietste vroeger. En toen ben ik wel een paar keer de wedstrijd gaan kijken. En toen ben ik gedacht van ja, dat vind ik wel leuk, dat ga ik ook doen. En hier in Limburg gaan ze dan wel een competitie worden. Dan kom ik een cross in de winter. En zo ben ik op mijn 7 voor mijn 8e, als kleine Mike, eigenlijk begonnen met crossen. En dat ging eigenlijk redelijk goed. En, in de bossen bij IJsselstein verder? Ja, eigenlijk in heel Limburg wel. Ja. In heel Limburg, de bos, de cross. En van daaruit eigenlijk verder gegroeid. Ja. En dan gewoon die leeftijdsgenoten gewoon vaak voetballen of andere. Dat heb ik ook nog gedaan, voetballen. Maar dat is niet. Op een gegeven moment deed ik het allebei, maar dat hield op een gegeven moment op. Want dan moest ik zaterdag voetballen en zondag weer fietsen. En toen werd het te druk. Toen heb ik gezegd van ja, met fietsen gaat het toch iets beter dan gewoon maar verder met fietsen. Ik zit er vandaag heel ontspannen bij. Een wijntje verder, dat betekent dat ze niet met fiets vandaag. Nee, ik heb vorige week al besloten mijn crossseizoen eigenlijk te eindigen. Dat zou ik sowieso al doen. Ik ben dan verkeld geworden, dan kreeg ik een beetje pech met, waardoor ik eigenlijk nog een weekend eerder allemaal te stoppen en ook niet heel erg kunnen fietsen. Maar kijk, het wegseizoen komt er ook weer aan. Dat is voor mij ook wel belangrijk. En daarom heb ik besloten om vandaag niet in Valkenburg en morgen niet nog smaller te rijden. Ja. Ik zei ze zelf al, het wegseizoen komt er ook al aan. Hoe ligt de focus? Ja, kijk, dat is eigenlijk heel moeilijk om dat nou zo te zeggen, maar op dit moment ben ik gewoon weer klaar met crossen en dan ligt de focus gewoon weer op de weg. En nou, welke ambities heb ze door deze zomer, zeg maar, dit seizoen? Ja, ik heb eigenlijk de ambitie om ook door het WK te halen en door een mooie prestatie net te zetten. En voor de rest het NK in Limburg is een heel mooie plek om te laten zien wat ik waard ben eigenlijk. En eind mei, de Olympia's Tour en Parijs-Roubaix. En Parijs-Roubaix is natuurlijk wel een wedstrijd dat ook voor crossers een hele mooie, een goede wedstrijd is. En dat voor is krachtmensen. Wel, precies. En daar heb ik vorig jaar ook al goed gefietst. Dus dat zijn wel wedstrijden waar ik eigenlijk wel denk, goed, of hoop goed te eindigen. Dus daar hebben ze eigenlijk een fantastisch veldrijsseizoen gehad, beëindigd als wereldkampioen. En eigenlijk is dat een grote stimulans voor dich om... Ja, eigenlijk wel. Kijk, en vooral ook omdat nou het veldseizoen... Noord WK is eigenlijk door die ziekte niet meer geëindigd hoe ik wou. Dus dan is het eigenlijk wel mooi dat ik nou weer... Best nog een keer aan de start verschenen, maar dat waren... Ja, dat was eigenlijk ook niet iemand te zien, want ik werd aan alle kanten voorbij gereden. En dat in zo'n mooie trui, dat was eigenlijk wel Ja, dat heel, is misschien geliekte lessen, hè? Zeker als ze de trui hebben, topfit zijn. Ja, dat merkte wel. Als je iets minder bent, dan zien we meteen dat die veel beter zien of zo. Dat biedt wel. Ja, je zei al een hele tijd een fantastisch mooie fiets. Wat kan ze daarvoor vertellen? Ja, dat is mijn crossfiets. Ja, ik gloed nieuw heb ik begrepen. En ik heb na mijn WK een speciale fiets van Giant gekregen. En in de WK-kleur eigenlijk. Ja, dat huurt erbij. Dat is in ieder geval wel mooi en dat is wel aardig van zoals wat, dat wat is nu het wat is specifiek aan een crossfiets? Wat is het verschil met een normale wielerfiets? Hij liep er natuurlijk wel redelijk goed op, maar... voornamelijk verschil is denk ik de band. Bandjes. De band zien een stuk breder en hebben een stuk meer profiel als een wegfiets. En verder hadden bij de veurvurk en achtervurk en onder bracket veel meer spulling. Om eigenlijk ook meer modder door te kunnen laten, dat hij minder snel aanloopt. En verder zien de remmen anders. En dat is ook weer een beetje voor tegen de modder eigenlijk, dat het toch wat makkelijker lukt allemaal. Dus juist als ze 2 keer per ronde de fiets van fietskens wisselen, dat er ook schoongemaakt wordt, dat is ook echt nodig? Soms wel, zoals je in Amerika was, het ook dat je regelmatig moest gaan wisselen. Want kijk, bij maar de remmen... gebeurt er anders dan... begint allemaal aan te lopen, vooral bij de ketting eigenlijk en bij de remmen. En dan luidt ook het risico dat je natuurlijk de derailleur eraf trapt en zo. Als je dan een schone fiets hebt, dan loopt het allemaal toch wel een stuk handiger. En dat is een beetje de afweging die je moet maken. En een schone fiets is belangrijk? Dat is vaak wel belangrijk. Dan ben ik heel benieuwd wie hem de fiets toespoetst. dat doe ik wel eens. En zo is die vader dat vooral. Ik ken Pinocchio, hè?
Wel eens, zeg ik. Ja, wel eens, ja, ja. Ja, nou ja. Ik de mensen, ik heb altijd inside information. Oké, okay. Ja. Nou ja, het valt met u. Ik poets regelmatig mijn fiets zelf ook wel. Maar anders pap? Ja, anders pap. En pap gaat fanatiek overal met naartoe? Ja, en die zit dan ook in de post in de wedstrijd om dan inderdaad mijn fiets ook dan te poetsen en mijn andere fiets aan te geven. Dat zien ze toch in het veld rijden vaak, dat echt ook familie er hier ja, betrokken is. Kijk, die zien natuurlijk, die stonden er dichtstbij en die gaan eigenlijk het vaakst overal met. En ja, als je klein ziet, dan is het vaak een vader die dan in de post gaat staan. En dat, ja, dat gaat eigenlijk ook gewoon door. Het groeit met. Nou zit ook op hoog niveau en dan zit nog steeds een vader erin. Dat is bij heel veel renners. Ja, ja. Dat vind ik ook wel het charmante van de sport. Ja, dat is, en ik begreep dat zonnige zus hebt, wat ook een geweldig talent, ja, is. Ja. Op de weg. Ja, die het crossen een beetje laten zitten en die richt zich eigenlijk vooral op de weg. Ja. Brit, ja. 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 Dus die is ook vol trots op die grote broer? Ja, die was dan niet met in Amerika, maar die had volgens mij wel de huilen voor de televisie. Ja. Ja. Ik was een ding, wist ik nu de eerste uit IJsselstein naar Peter winnen? De echte uit de wielrenneren? Ja, naar Peter winnen denk ik wel dat ik weer de eerste ben die echt... Is dat ook een soort voorbeeld voor dingen? Of is dat binnen de gemeenschap in IJsselstein, is dat ook, werd dat ook zo gezien als dat is onze wielrenner? En nu komt onze Mike terug. Ja, goed, ja, eigenlijk wel. Ja. En ze zien trots, Peter is trots. Ik heb nu laatst die dag wel vaak met hem gesproken. En ja, dat is wel heel mooi om dan en no Peter winnen weer op nee, zeg maar, zo'n herinnering deur te hebben. Ja. Nou, wij van TVL zijn ook heel trots dat ze hier aan tafel zit als kersverse wereldkampioen. We bedanken je alvast voor de komst. Maar we gaan verder met de wereldkampioenen. Want we hebben nog een oud wereldkampioen. Hij werd wereldkampioen in 1996. Kijk naar de beelden van Adrie van der Poel. Adrie van der Poel on the front. Still leading. Well, that's not a good position to be in because be providing the draft for the man following on behind him. And still up that climb, Van der Poel is on the front and Pontoni's closing the gap from behind. The two Italians are going to try and work over Van der Poel, but they've got to get past him first of all. The right-hander. They can see the finish and the crowd can see them come down here. Van der Poel is at the saddle looking for that goal that's evaded him all these years. And he's looking back so confidently. That's the first ever. Oh, everybody's over the moon with that. 28.8 kilometers per hour. What a way to go for that man, Adrie van der Poel. Ja, oude beelden, maar nog steeds geweldig om terug te zien. 1996, Adrie van der Poel. Adrie, welkom. Eigenlijk voor die tijd heel vaak tweede geworden. Ja. Dat heb je al heel vaak gehoord, denk ik. Ja, ik ben er eigenlijk op al die keren maar één keer heel dichtbij geweest. En dat was in Gieten. Dat was het in een eindsprint met Simonek. En ja, alle andere WK's was gewoon de dag zelf iemand die er gewoon met kop en schouders bovenuit stak. Ja. Maar ja, dan lukt het dan toch één keer. Maar ik moet wel zeggen, dat was wel echt zo'n dag waar alle, wat zeg maar, wanneer je een puzzel in de lucht gooit en je laat hem neerkomen en dan een stukje zegt. Perfect in elkaar. Ja, dat was gewoon... Beter kon niet. Ja. En verlost van die eeuwige tweede. Ja. Vijf keer tweede. Ja, vaak tweede. Maar ja, verlost. Kijk, ik bedoel, als je iedere keer door dezelfde geklopt wordt... Ja. Dan zou je daar een complex van kunnen krijgen. Maar ja, het was iedere keer door een ander. Dus ja, ja, dan ga je er toch iets anders mee om. Ik wil je ook niet alleen het stempel van het veld rijden. Want jij was uiteraard allround. Je bent... 6 klassiekers gewonnen, 2 toeretappes, Nederlands kampioen, zowel op de weg als op in het veld geweest. Ja, ik wil bijna zeggen, wat heb je niet gewonnen? Voor mij 1 wedstrijd, waar ik toch een hoop andere wedstrijden voor in zou willen leveren, is Parijs-Roubaix geweest. Ja. Ik heb in Parijs-Roubaix, ik denk een keer of 7-8 in de eerste 10 gereden. Maar ik heb nooit het geluk gehad in Parijs-Roubaix wat ik in andere koersen wel een keer gehad heb. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Ik ben er vaak dichtbij geweest. Ja. Of ik zag net een winnaar over de streep rijden, maar ja, net niet. Jij was iemand die ontzettend veel trainingsarbeid leverde. Echt werken voor je geld, werken voor je hobby. Heeft dat ook te maken dat Parijs-Roubaix daarom zo hoog op jou? Want dat is dus echt werken. Nee, ik denk altijd de klassieker was die het beste bij me paste. Ik bedoel, daar zat alles in wat ik goed kon. Wat ik echt goed kon. Mm-hmm. Ik denk niet altijd 2 of 3 in de periode dat ik fietste. Want ik moet wel alleen over mijn periode die zwart over de kei kon rijden als ik. Ja. Ja, later kreeg je dan daar Michel bij, Ballerini, Duclos LaSalle en noem maar op. Maar ja, qua techniek, gewoon over de rij. Ik weet, in 83 was een strookje van 800 meter. Daar reed ik meer dan een minuut rapper over als de beste renner toen. Maar ja, daar heb je weinig aan, hè.
Nee. Uiteindelijk gaat het om als je met die kei staat te zwaaien. Ja, op de weg lijkt me de tactiek nog meer bepalend dan in het veld. Veld zie je toch vaak dat de snelste, de beste, ook in ieder geval bij de eerste 2-3 zit. Nou ja, dat klopt ook wel. Maar ja, kijk, de prijs erbij ook. Dan zeg je, ja, dat is een gelukskoers, dat gaat met lekke banden. Ja, ik ben het daar dus niet mee eens, want in al die prijzen best die ik gereden heb, heb ik misschien 2 keer lek gereden. Dus het is ook waar rij je. Als je goed bent, rij je midden op de kassei. Als je slecht bent, ga je gewoon in de berm rijden en dan rij je lek. Want dat is, daar bolt het makkelijkste, maar daar steken ook de meeste punten. Dus onthoud het, als je renners bovenop ziet rijden, dat is het teken als ze nog fris zitten. En als ze in de kant gaan zoeken, dan wordt het al wat minder. En daar is gevaarlijk en dan rij je lek. Dus. Ja. Super historie. En nou duik je in één keer voor ons op bij de Kouwberg Cyclocross. Maar dat is niet voor niks. Nee, het is 4 jaar geleden of zo is dat begonnen. Hebben ze eigenlijk gevraagd of ik eens een keertje kwam kijken hier om hier iets aan het veldrijden te doen. En veldrijden ligt me nou aan het hart. En ik vind, ja, in Nederland kunnen we dat echt wel gebruiken. We hebben denk ik een hele goede opleiding. Er zit één groot nadeel aan de Nederlandse veldrijders. En dan hoef ik niet ver te gaan. Dat is Lars Boom hier en Mike Teunissen. Het zijn geen echte veldrijders. Kunnen verschrikkelijk hard rijden. En hij heeft het net eerlijk gezegd. Hij is gewoon top. Ja, komt technisch tekort. En ambitie ligt op de weg. Ja, daar gaat het Nederlandse veldrijden heeft het daar best wel moeilijk mee. Hè? Ik bedoel, gelukkig blijft Lars van der Haar. Jij predikt voor specialisten dus. Ja, maar ja, hij kan er ook niks aan doen dat hij op de weg ook goed is. Nee, maar dus, omdat je zelf ook allebei deed. Ja, maar dat ga je generaties vergelijken, periodes vergelijken. Dat gaat gewoon niet op. Er is heel langzaam in specialisme erin ingeslopen. Dus je hebt het wegrennen en het veldrijden, dat is al uit elkaar. En zelfs op de weg zie je dat het al uit elkaar gaat. Je hebt renners voor het voorjaar, het najaar. Ja. Je hebt renners voor de Tour. Dus het is specialisme geworden. Ja. Je hebt een bepaalde rol hier bij de organisatie. Ja, ik ben een beetje veel, hoe je het ook noemt, verantwoordelijk voor het parcours. En het is eigenlijk vanaf dat ik gestopt ben, ik ben een aantal jaren delegé techniek geweest, zoals dat met een mooi woord heet, bij de UCI. Dus ik ken aardig de regeltjes, ondanks dat ze de laatste jaren toch weer wat aangescherpt zijn van wat eigenlijk een parcours inhoudt, hoe het eigenlijk in zijn werk gaat. Waar moet een parcours aan voldoen dan? Nou ja, je moet een minimale, maximale lengte hebben. Je moet veilige looproutes voor het publiek kunnen creëren. Er moet een mooie aankomstzone zijn. Het parcours moet start-finish moet 300 meter lang zijn. Het moet eigenlijk 6 meter breed zijn. De rest van het parcours moet 2,5 tot 3 meter breed zijn. Dus hier is makkelijk, want hier kun je mooi van de natuur gebruik maken. Ik bedoel, van het heuvellandschap. In andere koersen gaan ze kunstmatige hindernissen, balkjes, zandbakken. Mm-hmm. En nog andere dingen creëren. Dus, maar dat heb je hier allemaal niet nodig. Hier op een Kouwberg, dan denk ik direct van, dat zal wel heel zwaar zijn. Ja, het is zwaar. Je kunt het hier nog veel zwaarder maken. Ik heb er gewoon wel rekening mee gehouden dat je zit in het laatste weekend. Dus de meeste stukken die bergop zijn op het verharde pad of gewoon omhoog lopen. Vorig jaar hadden we dan een stukje echt omhoog fietsen gedaan. Wat op zich niks mis mee was, maar ja, dan ga je toch bij renners wat te raden. En die vonden dat bergoplopen toch wel ietsje mooier, ietsje doenbaarder en zo. En ze zeiden wel dat fietsstuk nog echt een stuk zwaarder was. Uiteindelijk probeer je, maar dat gaat hier heel moeilijk zijn om heel veel spanning erin te brengen. Maar gaan we naar de tijdverschillen kijken. Het is gewoon, als je hier 1% minder bent, ben je gewoon 5 minuten achter op het eind van de race. Dus. Ja, ik zag dat Marianne Vos, ze doet nou dit jaar helaas niet mee, maar vorig jaar met 3,5 minuut voorsprong al heeft gewonnen. Ja, dat gaat op zo'n parcours. Ja. Hè? Ik bedoel, ik vind zo'n parcours, ze mogen er best in zitten. Elke week zo'n parcours zou niet goed zijn. Elke week een parcours vlak zou niet goed zijn. Ik denk dat het leuke van het veldrijden is de variatie van parcoursen, de variatie van heuvelachtig vlak, de variatie van locatie, de variatie van in het platteland, in de stad of in een dorp. Ja, je hebt heel veel uitdagingen in een parcours. We praten straks ook met de organisatie nog. Ook over het feit dat in oktober deze race weer op het programma staat. Dan gewoon wereldbeker is. Dat moet een compliment voor jou zijn. Want jij zet het parcours uit. Ja, een stukje. Jij bent het uithangbord voor de Kouwberg Cyclocross. Ja, nou, voor het parcours wel. Maar dat is ook mijn prestige. Ik bedoel, in Hoogrijden doe ik het ook. We zijn 3 jaar. Daar is het de Adrie van der Poel Classic al. Ja, maar dat is gewoon heel leuk voor mezelf. Vind ik dat leuk, maar ik vind het vooral voor alle vrijwilligers die ook hier in Valkenburg zijn. Ik zeg, je moet gewoon streven om genomineerd te worden tot evenement van het jaar. We hebben dat 3 jaar in Hoogrijden gehad, 2 keer gewonnen.
Dus ik, ja, voor mij, ik ga er echt alles aan doen om volgend jaar, want dat doen wij toch niet mee in de running, om evenement van het jaar. En ik denk dat dat gewoon, ja, dat je dan een onderdeeltje bent van heel de organisatie als vrijwilliger. Daar ben je gewoon trots op, want dat, jouw steentje heb je ook bijgedragen. En ik denk dat dat gewoon heel leuk is. En dat, als je zoiets haalt, dat zie ik gewoon, dat biedt ook perspectief naar de toekomst. Dan worden mensen nog ambitieuzer. Trots mag je zijn. Ik denk ook op de beide zoons, want die hebben het ook fantastisch gedaan. Het afgelopen jaar weer in het wielerwereldje, vooral ook in het veldrijden waar we nou in zitten. Mathieu, wereldkampioen geworden. Ja, wereldkampioen. Hij heeft 2 jaar lang bijna alles gewonnen. Dit jaar alles. Ja. Maar vorig jaar was hij ook al NK, EK en WK als eerste. Ja. Ja, die is, ja. Mathieu is bij de junioren. En David bij de belofte. Die rijdt bij Mike. Ja. Ja. Die is Nederlands kampioen geworden. Ja. Ja. Ja, nou ja, kijk, de ene wint alles. Dat kan iets zeggen over hem, maar het kan ook iets zeggen over de tegenstand. Dus dan gaan we volgend jaar, gaat dat een stuk duidelijker worden. Dan gaat die categorie hoger. Rondetijden zeggen van dat hij daar toch zijn prijsje moet kunnen rijden en af en toe meedoen voor de overwinning. Maar ik ben er heel voorzichtig in. Ik heb gezien hoe het met David gegaan is. Die won bij de junioren ook bijna alles. Nou, die heeft de ziekte van Pfeiffer gehad. Ja. Heeft hij 1,5 jaar mee gesukkeld. Dus deze winter ga ik het goed. En na het kampioenschap van Nederland, toen had hij echt weer richting de oude is. Want hij is verre van de oude. Krijgt hij gordelroos. Dus dat heeft hem weer 1 maand gekost. En nu is dat weer weg. En nu gaat het weer ietsje beter. Ja, want daar, het is met vallen ik ben erin gedoken. Mathieu krijgt nou alle aandacht. En ook terecht, want die presteert super. Maar David is minstens net zo groot talent. Hij heeft alleen heel veel pech. Ja, nou ja, kijk, pech, dat kun je, vind ik, verhelpen. Ziekte en zo, daar kun je niks aan doen natuurlijk. Kijk, ik bedoel, als je lekker banden rijdt, ja, dan moet je je parcours beter verkennen. En dan moet je weten dat je banden wat harder moet zetten. Ja. Zo simpel is het. En kijk, het is gewoon, ja, Mike weet het donders goed hoe het werkt. Veldrijden is zo'n moeilijke discipline, want er wordt daar wel eens, ja, lachend naar gekeken door sommigen. Maar daar moet echt, op een dag moet alles perfect gaan. Van de opwarming totdat je eigenlijk s'avonds weer naar huis gaat. Het minste geringste wat er niet klopt, ja, dan doe je gewoon helemaal niet meer mee met de overwinning. En op de weg vind ik, dat is ook super moeilijk, hè, maar. En ik spreek een beetje uit eigen ervaring. Je kunt gewoon op de weg gewoon 5 uur slecht zijn. Ja. En het laatste uur erdoor komen en een klassieker winnen. Ja. Dat kan, hè? Dat is ook het ene uiterste. Dat kan hier niet. Nee, dat gaat met het veldrijden, ja, echt niet. Want als je er na 5 uur pas doorkomt, dan is de cross al 4 uur gedaan. Ja, dat is duidelijk. Je geeft lezingen en clinics, Adrie. Wat vertel je de mensen? Een hoop onzin. Top. Nee. Het is natuurlijk, kijk, je ziet dat mensen die willen gaan fietsen of fietsen, die, ja, je zegt, je hebt altijd de meesten hebben een drieluik. Hè. Je hebt je sport, je hebt je werk en je familie. Ja. En als daar geen balans in zit, dan gaat het één ten koste van het ander. Ik bedoel, als je heel veel tijd in je werk stopt en in fietsen, ja, dan schiet de familiaal niks over. Dus daar moet je proberen, kijk, en voor mij heb je dan familiewerk, dat zijn toch wel de twee, en eigenlijk sport is dan bijzaak. En als je gewoon een normale baan hebt en je hebt gewoon een normale familie, ja, dan kun je in onze beleving, en onze beleving is, ja, dat hebben wij ook geleerd en dat hebben ze ons ook verteld en dat bewijst het allemaal, dus dat je eigenlijk maar tussen de 5 en 7 uur per week sport kunt doen. Wanneer je gewoon een normaal leven wilt leiden. Kijk, alles wat je meer als sport gaat doen, dat gaat ten koste van iets. Nou, dat is één wat je dan vertelt. Dus, en dan zie je ook wel. Dus het gaat eigenlijk over balans. Ja, balans vinden, maar dat is met alles zo. Hè. Ik bedoel, dat is met je voeding zo. Dat is, en je moet voor jezelf een dingen creëren dat het allemaal een stukje makkelijker wordt. Ik bedoel, als je 5, 6 uurtjes per week kunt fietsen. Dan kun je zeggen, ik ga elke dag 1 uur. Ja, dat is goed, maar dan schiet je eigenlijk heel weinig mee op. Je kunt veel beter zeggen, ik ga vandaag 2 uur en dan doe ik 2 dagen niks. En dan ga ik 1 keer 3 uur en dan doe ik 1 dag niks. En ook de diversiteit van je golven, dat maakt het leuk. Wanneer ben jij tevreden vandaag? Wat moet er gebeuren? Well, nou ja, het weer. Als dat zo blijft zoals het is, dan is het goed. Ja, we hopen toch. Op wat publiek, mooie wedstrijden en vooral dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. En toch in het achterhoofd houdt dat die volgend jaar de wereldbeker circuit begint. En dat vind ik wel heel mooi, want dat is
Ja, dat is de eerste wereldbeker, dus dat, normaal gesproken moet je ervan uitgaan dat er heel veel publieke belangstelling is. En alle toppers hier zijn. En alle toppers er zijn, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Ik wens jou vandaag en in oktober bij de wereldbekerwedstrijd heel veel succes. Verdeel je tijd goed thuis. Dat lukt wel. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame. Zijn zo bij je terug. De partners van TVA Sportarena zijn gemeente Valkenburg, provincie Limburg, Primus Haagt, Landal Greenparks, Holland Casino Valkenburg, Terme 2000 en Dolmans Landscaping.